Welkom in de derde aflevering van deze cursus. Deze cursus gaat over hoe dat je succes bereikt en je droom verwezenlijkt, uitvindt wat jouw droom is. En nu zitten we nog in het stuk van de cursus die gaat over attitude. Wat is een goede attitude? Daar ging de vorige video over. En wat zijn goede waarden of wat zijn waarden? Waarom is dat zo belangrijk? Deze keer wil ik het hebben over effectieve waarden en ineffectieve waarden. En wat het verschil is tussen die twee. Nee, wat is het verschil tussen een waarde die een positief effect hebben op jouw leven en op wie dat je bent, en wat is het verschil tussen een waarde die een ineffectieve of een slecht effect zelfs gaat hebben op wie dat je bent. En wat iemands waarden zijn, dat is voor alle duidelijkheid altijd iets dat die persoon zelf bepaalt. Nee. Er zijn geen juiste of goede waarden. Er zijn wel waarden die functioneler zijn dan andere. En jij moet kijken, wat wil ik in het leven? Waar hecht ik waarde aan? Okay. En kijk welke van die dingen het belangrijkste zijn. En welke dingen dat je waarde aan hecht, die niet helpen, jou niet ondersteunen om te komen waar dat jij verlangt om te zijn. Dat is waar dat dit eigenlijk over gaat. Hè. En om dat duidelijk te maken, ga ik wat informatie verstrekken over waarden, effectieve en ineffectieve waarden. Effectieve waarden, dat zijn waarden waar je zelf invloed over hebt. Je hebt daar zelf invloed op. Een ineffectieve waarde, daar heb je geen invloed op. Dus dat wil zeggen, als een waarde iets is waar jij zelf verantwoordelijkheid voor kan nemen, waar jij zelf de uitkomst van bepaalt, dan is dat een effectieve waarde. Is een waarde iets dat je krijgt van anderen? Of is dat iets dat afhangt van geluk of een loterij, hé? Zoals bijvoorbeeld wat je meegekregen hebt als je geboren wordt? Dan is dat een ineffectieve waarde. Dus bijvoorbeeld, hé? Zelfrespect is een effectieve waarde. Imago aan de andere kant is een ineffectieve waarde. Dus laat mij eventjes uitleggen hoe dat werkt. Als ik als waarde heb zelfrespect. Zelfrespect, wat wil dat zeggen? Respect naar mezelf toe. Wanneer heb je respect voor iemand of voor jezelf? Of, hè? Wanneer is dat? Als je leeft naar je waarden toe. Als je je gedraagt op een manier die jij respectabel vindt. Als je jezelf ook serieus neemt, verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, dat creëert zelfrespect. Als je imago hebt, een imago, als dat een waarde is, dat je je imago belangrijk vindt, je vindt het belangrijk niet wat je over jezelf denkt, of dat je jezelf gedraagt naar je waarden, maar wat de anderen denken over jou, wat de anderen vinden over jou, hoe anderen jou zien, wat dat jouw image, imago, wat dat is, als dat heel belangrijk is, jouw imago. Uiteindelijk is een imago zo belangrijk omdat je weinig zelfrespect hebt meestal. Hè? Omdat je hebt geen respect voor jezelf of je ziet jezelf niet graag. Dus je verlangt van de ander een soort bevestiging te krijgen dat jij het waar bent. Jouw imago is goed. Dus je vindt jezelf waardevol. Als er een deuk komt in jouw imago, dan vind je jezelf onwaardevol. En heb je het gevoel dat je respect kwijt bent. Hè? Dus dat is zeer belangrijk dat je het verschil ziet. Want beide gaan erover dat je je gerespecteerd wil voelen. Dus je gerespecteerd voelen. Hè? Respect is dan jouw waarde. Respect. Oké. Maar hoe kunnen we dit dan verder gaan bekijken? Hé? Want zelfrespect, respect voor jezelf, dat kun jij kiezen. Iemands imago wordt toegekend. Dus als je aan je imago sleutelt om zelfrespect te hebben of om gerespecteerd te worden, dan ga je voor de rest van je leven afhankelijk zijn van de mening van anderen hun erkenning, om jou goed te kunnen voelen in je vel. Maar als je zegt, oké, onder dat verlangen, onder dat imago,
dan zit er eigenlijk een verlangen naar respect. Naar zelfrespect, hè? Want respect voor je, het respect dat je verlangt is eigenlijk het gevoel dat jij het waard bent. En wat is het waard zijn, hè? Daar komen we hier dan, hè? Voel jij je waardeloos of onwaardig? Wat is het waard zijn? Wanneer ben jij het waard? Als je leeft naar jouw waarden. Dus als respect voor jou heel belangrijk is, wat moet je dan doen? Respectvol zijn naar jezelf, respectvol zijn naar anderen. En dan automatisch zal zelfrespect ontstaan. Dan ga jij jou waardevol gaan voelen, omdat je leeft naar jouw waarden. Dus sta daar even bij stil. Zet de video op pauze bijvoorbeeld. Neem een blaadje papier. En schrijf een keer op wat dat jouw waarden zijn. Wat vind jij allemaal belangrijk? Waar irriteer jij jou aan? En anderen, wat vind jij lastig? Wat vind jij belangrijk? Hoe zou je bijvoorbeeld willen herinnerd worden op het moment dat je sterft? Schrijf allemaal een keer op. Wat zou je willen gerealiseerd hebben in het leven en waarom? Onderzoek dat een keer en kijk een keer wat zijn hier eigenlijk mijn waarden. Wat is hier voor mij heel belangrijk? Wat is de essentie van wat dat voor mij belangrijk is? Ga dan een keer gaan kijken in dat. Je schrijft daar een pagina of twee over. Ga dan een keer gaan kijken. Wat zijn mijn waarden hier? Wat is er hier belangrijk voor mij? En waar is dat tegenstrijdig? Hè? Maar vaak zijn die dingen gewoon tegenstrijdig. We verlangen ernaar om bijvoorbeeld een mooi lichaam te hebben of zo. Hè? Een fitnesslichaam. Maar we verlangen er ook naar om elke avond in de zetel te zitten en chips te eten. Oké. Dan kan je gaan afvragen, welke van deze twee dingen is belangrijker en waarom? Hè? Wil je een mooi lichaam, zodat je mooi op de foto staat? Of verlang je eigenlijk naar een gezond lichaam? Oké, maar als je verlangt naar een gezond lichaam, dan is elke avond een zak chips eten misschien niet de beste keuze. Maar als je verlangt naar een gezond lichaam, dan is heel hard gaan trainen en misschien gevaarlijke supplementen nemen of zo, ook niet de beste keuze. Dus jouw diepere verlangen naar een gezond lichaam, dat uit zich dan op die manier. Hè? Dus je moet gaan kijken, waar zitten mijn waarden? Hè? En zijn dit waarden waar ik zelf invloed op heb? Zijn dit effectieve waarden? Of zijn dit waarden waar ik zelf geen invloed heb? Hè? Dus neem een blad papier, kijk wat dat jouw waarden zijn. Als je dat heel moeilijk vindt, dat kan heel moeilijk zijn om dat uit te vinden. Je kunt daar veel over vinden op internet ook. Je kan ook bij mij voor een sessie komen. Dan kunnen we daar wat over spreken, kijken wat dat er voor jou waardevol is. Ik heb er ook wel enkele technieken voor. In de volgende video gaan we daar ook wel wat nog even op ingaan en kijken. Een systeem gaan gebruiken om te zien wat zijn jouw waarden. En hoe ga je die dan gebruiken om het leven te creëren dat jij verlangt. Hè? Dus, om er nog even op terug te komen, waardeloos of onwaardig, hè, dat zijn twee woorden waar waarde in komt. Waardeloos, hè, zonder waarde, waarde en loos. Dat wil zeggen dat je het gevoel hebt dat je niet leeft naar jouw waarden, of de dingen die jij denkt die belangrijk zijn voor jou of voor anderen. Onwaardig. Je hebt niet het gevoel dat jij het waard bent om te krijgen wat jij nodig hebt. En wanneer komt dat? Nee, wanneer voel jij je zo? Als je niet leeft naar je waarden, en dan heb je dus twee opties. Hè? Dat is ook iets waar je beste keer bij stilstaat. Ofwel ga je beter je best doen, ofwel ga je je waarden herbekijken. Dus als we even teruggaan naar dat fitnesslichaam van daar straks, hè? Om een of andere reden wil jij een fitnesslichaam. Oké, maar ik heb geen fitnesslichaam. Ik zit elke avond in de zetel met mijn zak chips. En ik zit tegelijk op mezelf af te geven dat ik geen fitnesslichaam heb. En dat ik er niet goed uitzie en dat mijn buurman er beter uitzie. En ik weet niet wat allemaal. Dan moet je je gaan afvragen. Oké, waarom voel ik mij hier zo onwaardig of waardeloos terwijl ik die chips in mijn mond steek achter de tv? Oké, omdat ik niet leef naar mijn waarden. Nee, ik vind het waardevol en belangrijk dat mensen een mooi lichaam hebben, bijvoorbeeld.
Oké. Dus dan kun je twee dingen doen. Ofwel ga je beter je best doen om dat fitnesslichaam te krijgen, zodat je niet meer hoeft af te geven op jezelf. Hè? Ofwel ga je je waarden gaan herbekijken. Dus hoe zou dat er kunnen uitzien? Je ziet, oké. En die twee gaan ook samen. Hè? Dus je zegt, oké, beter mijn best, maar hoe doe je beter je best? Oké, dan zeg je van, vanaf nu is die waarde van een mooi fitnesslichaam belangrijker dan die waarde van in de zetel liggen en niks doen. En ontspannen en een chipje eten en genieten. Hè? Dus wat moet je dan doen? Je waarden herbekijken. Oké, ik ga niet meer chipjes eten elke avond, één keer in de week bijvoorbeeld nog. En ik ga beter mijn best doen. En gaan trainen, juist eten. Ik weet niet wat dat allemaal kost. Discipline gebruiken. Ervoor gaan, hard gaan. En binnen een jaar of een half jaar heb je dat fitnesslichaam waar je zo naar verlangt hebt als je echt je best doet. Dus dat kun je doen. Maar je kan ook zeggen, oké, maar dat fitnesslichaam, goh, is dat zo belangrijk voor mij? Ja, iedereen vindt dat in onze maatschappij belangrijk, maar ik ben eigenlijk vrij gelukkig. Ik fiets al elke dag 30 minuutjes heen en terug naar mijn werk. Dus ik vind dat ik genoeg beweging heb. Ik ga één keer in de week nog gaan sporten, dus ik ben eigenlijk vrij gezond. Ik ben misschien wel aan de mollige kant, maar ik heb er eigenlijk geen probleem mee. Die slank zijn, dat is wat anderen belangrijk vinden. En ik heb dat blijkbaar geïnternaliseerd en lijkt dat ook belangrijk te vinden, maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Oké, dus dat is niet zo belangrijk voor mij. Dus als dat niet zo belangrijk is voor mij, waarom zou ik hier dan heel de tijd op mezelf zitten voeteren, dat ik hier een chipje eet? Vanaf nu mag ik van mezelf, is mijn waarde genieten, ontspanning. En dat is wat ik mij goed bij voel. Dat is wat ik ga doen vanaf nu. Oké. En dan kun je een chipje eten. Chill, op het gemak, zonder probleem, zonder negatieve gedachten. Hey, dus daarom zijn je waarden heel belangrijk. En dat je die probeert in lijn te brengen. Hey? Want als je tegelijk slank wil zijn en tegelijk veel wil eten, dan ga je heel de tijd een innerlijk conflict hebben. Hoe dat dan nu in de praktijk eruit ziet, dat is soms nog een ander verhaal. Hè? Want het zou gemakkelijk zijn, moest je gewoon kunnen zijn, vanaf nu vind ik het helemaal oké om zwaarlijvig te zijn bijvoorbeeld, en vind ik het niet meer belangrijk om een, weet ik veel, maatschappelijk aanvaard lichaam te hebben. Zo eenvoudig is dat ook vaak niet. Hè? Dus wat we bijvoorbeeld bij mij in de praktijk doen, is daar bijvoorbeeld voice dialoog mee gaan doen. Dan ga ik aan spreken met de kant die verlangt dat jij mager bent. Waarom is dat zo belangrijk? Wat zou er misgaan als je niet zo was? En we gaan die waarden in vraag gaan stellen. We gaan kijken van waar komt dat? Waar komt dat uit onze vroege jeugd? Of uit de maatschappij? Dat kan van overal komen. Hè? Maar dus we gaan dan dieper gaan graven om uit te vinden waar precies zit die kernovertuiging. Van datgene dat eigenlijk niet meer helemaal klopt met wie ik ben of wil zijn. Hè? Ik heb andere waarden, ik heb andere dingen die ik belangrijk vind in dit leven. En toch blijf ik daarop hangen. En vaak zit er daar een verwonding achter. Hè? Je bang bent om afgekeurd te worden, of niet graag gezien te zijn, of niet aanvaard te zijn, niet geliefd te zijn. Dat kan van alles zijn. En daar gaan we dan dieper naar gaan kijken. En wat heeft dat nodig? En heeft dat wat liefde nodig? En misschien moet je gaan bemiddelen. Misschien 2 avonden in de week of 3 avonden in de week een filmpje kijken en wat chips eten. 3 avonden in de week in de fitness. Hè? Dus balans is hier ook de kwestie. Hè? Maar vanuit de insteek ook dat we gaan kijken wat zijn mijn waarden. Hè? En dat we daar ook balans in gaan brengen. En als je die niet gaat onderzoeken, dan heb je geen kompas om mee te varen. Dus, dat is de uitleg over effectieve en ineffectieve waarden. Dan wil ik nog eventjes enkele interessante waarden die ik interessant vind. Dat gaat over mij natuurlijk. Dat is ook, kan ook niet anders dan dat ik vanuit mezelf spreek natuurlijk. Maar dit zijn eigenlijk enkele van de waarden die ik dagelijks aan mezelf herhaal, omdat ik deze zeer belangrijk vind. En dat ik die ook daar meer inzicht gekregen heb door in contact te komen met bepaalde mensen die mij daar inzichten overgeven en waarom dat zo belangrijk is. Die eerste waarde voor mij is eerlijkheid. Ik wil eerlijk zijn, oprecht zijn,
eerlijkheid maakt dat je in deze realiteit bent. Als je liegt of ontkent of wegduwt, niet op zoek gaat naar de waarheid en de waarheid niet gewoon in het vaandel draagt, en er kunnen daar tal van redenen voor zijn, maar dan ga je altijd in een zekere disharmonie met het leven zijn. Je moet dan blijven een soort verhaaltje in stand houden. Dus voor mij is eerlijkheid een heel belangrijke waarde. En het is ook een waarde die vaak veel moed vraagt. Het is geen gemakkelijke waarde. Maar ook in het therapeutische proces, in het proces van groei, is eerlijkheid, eerlijk zijn over wat zijn nu echt mijn waarden? Wie wil ik echt zijn? Wat weet ik dat ik moet doen en doe ik niet? Al die soort vragen, dat is de kern van hoe dat we antwoorden vinden, is eerlijkheid. Eerlijk zijn met onszelf, eerlijk zijn met de ander. Dan heb ik ook dankbaarheid opgeschreven. Ik spreek daar veel over. Dankbaarheid is iets wat ik ook al gezegd heb, dat ik het zelf heel moeilijk mee gehad heb. Maar dat ik van ontdekt heb, dankbaarheid is een van de manieren om je mindset aan te pakken. Om je mindset te verschuiven naar het glas is half vol in plaats van half leeg. Je dankt voor wat er is en gaat vandaar verder naar wat er nog meer kan zijn. En dat is iets dat doet met onze hersenen, ervoor zorgt dat we actie gaan nemen. We gaan actie gaan nemen, want we zijn dankbaar. We tonen dat aan anderen. We voelen dat ook als we anderen zien. Maar dat vraagt tijd. Hè? Dat vraagt tijd voordat dat diep in je komt. En dat vraagt oefening om er te leren bij stil te staan. En dat is echt een kwestie van leren dat je dagelijkse keer herhaalt aan jezelf. Waar ben ik dankbaar voor? Dat je dat luidop uitspreekt, opnoemt en dat gevoel erbij voelt. Dan hebben we moed. Moedig zijn. Moed heb je nodig bij bijna alles dat je in het leven wilt doen. De dingen dat je echt wil doen, zijn ook altijd zeer kwetsbaar. En moed is niet zomaar voor iets gaan. Moed is gaan wanneer je je kwetsbaar voelt. Daar waar er een lichte angst of zelfs een grote angst is, en je gaat toch door. Maar op een respectvolle manier met jezelf, dat is moed. Hè? Moed is in die zin heel belangrijk om ons te helpen om vooruitgang te maken. Om eerlijk te zijn. Om dingen te doen die niet gemakkelijk zijn, maar wel nodig. Dus moed is voor mij ook een zeer belangrijke. Dan respect of zelfrespect. Dat is voor mij ook heel belangrijk om daarbij stil te staan. Hoe genereer ik zelfrespect? En voor mij is dat door te leven naar mijn waarden. Door die waarden die ik hier opgeschreven heb, door die in de praktijk te zetten. En ik mag daarin falen. Maar ik creëer zelfrespect door wanneer ik gefaald heb, dat recht te zetten, eerlijk te zijn en te zeggen, kijk, hieruit leer ik dat en volgende keer doe ik het anders. Zodat het weer in balans komt met mijn waarden. En die waarden kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar, dat is allemaal oké. Maar zelfrespect krijg je wanneer je jezelf wel serieus neemt. Leef naar jouw waarden en luister naar wat het proces in jou je te vertellen heeft. Want jij bent de enige kapitein van jouw schip. En als je anderen laat varen, dan ga je nooit zelfrespect hebben. Jij moet weten, wat zijn mijn waarden? Wat zijn de regels aan mijn schip? En waar wil mijn schip naartoe? En als je dat niet weet en niet hebt, dan ga je ook nooit zelfrespect kunnen hebben. Nooit. Dat kan niet. Je kan geen zelfrespect hebben als je geen waarden hebt waar je naartoe leeft. En niet weet waar je naartoe op weg bent. En waar je naartoe op weg bent, is iets constant verschuivend. Hè? Maar alleen al naar je waarden toe leven, is ergens naartoe op weg zijn. Vervolgens heb ik leren uit falen. Waarom is leren uit falen voor mij zo belangrijk? Leren uit je falen. Dat wil zeggen dat je bij het ondernemen van actie niet bang bent of de moed hebt om die actie te nemen en dan terug te blikken en te zeggen, oké, dat zo of zo of zo,
zou het meer naar mijn waarden zijn? Zo of zo of zo, ga ik het doen de volgende keer. En dus je faalt en je leert uit dat falen. Je hoort van anderen, ja, dat was toch echt niet goed op die manier. Oké, dank je voor je input. Ik ga de volgende keer dit of dit of dit veranderen en dan ga ik het opnieuw proberen. Dan heb je geleerd uit je falen. En als je bang bent om te falen, als je altijd perfectionistisch bent, dan gaat er nooit iets gebeuren. Een paar jaar geleden had ik daar nog heel veel last van. Nu is dat hier soms nog een klein beetje bij mij, dat wel naar boven komt. Maar een paar jaar geleden was dat zo erg dat ik niks ondernam. Nu, wat dat daar belangrijk bij is dat je gewoon actie leert nemen. Hè? En dat is de enige manier hoe dat je kan leren uit falen. Vervolgens, afwijzing en nee zeggen. Een mens zonder grenzen, hè, die, daar is alles goed voor. Iemand die geen grenzen heeft, die kan ook niet, die kan zich eigenlijk niet voortbewegen door het leven. Hè. Dus afwijzing en nee zeggen zijn ook zeer belangrijk. Hè. En daar zullen we in de toekomst ook nog een stuk verder in de cursus wat meer info over geven, voor wat dat dan precies is. En als laatste hebben we ook nog contemplatie van de dood. De dood is hetgene wat je eraan herinnert dat alles eindig is. En dat maakt dat naar die waarde in leven des te belangrijker wordt.